Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij de garage tour van Farming Simulator 22. Vanaf vandaag kunnen jullie de game ook spelen, mocht jullie hem nog willen kopen, check de linkjes in de beschrijving. Maar vandaag gaan wij allereerst eventjes de kleine trekkertjes kopen. We beginnen met de Regitrack Electric Vehicle. Ik ga niet alles zeg maar in detail allemaal even bekijken, want je kunt behoorlijk wat dingen aanpassen natuurlijk. Daarna hebben we de Landini Rex 4 GT. 3 punten hef kun je erop zetten of niet. Dat is ook wel geinig. Dan hebben wij de New Holland Methane Power. De trekker die natuurlijk op gas rijdt. Hartstikke top. Kopen. De Zitter Major SL80. Hartstikke tof. Kopen. Dan hebben we de Massey Ferguson 730 Alpine. AL staat ervoor. Die is beter voor in de dingetjes. Kopen. Dan hebben we de Zitter Proxima HS. In het echt heb ik deze trek ook nog gereden. Alleen toen was die iets ouder. Ja, ik kan hier alles wel langs gaan, jongens. Maar ik wil jullie puur echt eventjes het geluid allemaal laten horen. De Fendt 200V Vario. Ook voor tussen de bompjes, et cetera. De Massey Ferguson 4700 Dyna 2. Dan hebben we de Iseki, of de Isegi eigenlijk, ja, Isegi is het. Die Isegi Japan 985. De Buren 6105 van de Alpine DLC. De Massey Ferguson 5S. Dan hebben we de Valtra G-series. Volgens mij is deze ook nieuw, hè? Mooie kleur trouwens. De Fendt 300 Vario. Kopé. De Fendt 500 favoriet. Deze hebben we natuurlijk ook in FS19 gehad. Dan hebben we de Zitter Forterra HSX. Zo. De New Holland T6 125. Die kun je natuurlijk eenmaal opkrikken tot 175. De John Deere 6M series. De Staje 8150. Die hebben we natuurlijk in Holberlon hebben we die. Dan hebben we de Linde Lintrak. Die komt ook uit de Alpine DLC. De Case Maxim series. Die hebben we ook in FS19 gehad. En als laatste de Klaas Arion 660-610. Hard werken loont je weer dat je het ook kunt uitgeven, hè? Yay! De elektrische trekker die staat hier. Ik hoop een afwisseling langzaam, want kom er wel. Ik doe een beetje cheesen. Ken nou het, hè? De Regitrack, de elektrische trekker. Nou, het is een elektrische trekker, dus je hoort het niet echt. Dus hebben we ook in FS19 gehad. Hartstikke top. Zo. Dan hebben wij de Landini. Oh, dat is de verkeerde. Wacht even. Dat is de verkeerde. De Landini Rex 40070. Hoe geinig trekkertje. Dan hebben we de New Holland Methane Power. Degene die op gas rijdt. Oh, hier zit de uitlaat. Dus je kunt deze trekker, als jij biogas hebt gemaakt, kun je het methaan power, het methaan kun je weer in deze trekker stoppen. Zo heb je dus eigenlijk gratis brandstof. De Zitter Major. De Massey Ferguson 3707. De Zitter Proxima. De Fendt 207 Vario. De Massey Ferguson 8708M. Ja, die is hetzelfde als die toen in FS19 was, dat geluid. De Isegi Japan 985. De Buren. De Massey Ferguson 5S. Binnen moet ik eigenlijk ook wel een beetje laten zien. De Valtra G105. De binnenkant. Ja. Dan hebben we de Fendt Vario 311.
Oftewel de Vent Vario 101, jongens. Hier is het ook al. De 300 Vario heeft ook al de 1. Super tof. Dan hebben we de Vent Favoriet, 511. De binnenkant. Nou, die kennen we eigenlijk al. De Zitter Forterra HSX 120. En de binnenkant. Ja, is exact hetzelfde. Dan de New Holland T6. De binnenkant. Mooi trekker die. Dan de John Deere 6M. De binnenkant. Nou, ziet er clean uit. De Steyr 8150. En de binnenkant. De Lindner Lintrak 130. En hier ook de binnenkant. Is ook wel geen trekkertje hoor. Ook allemaal, alles is LED-verlichting. Dan de Case Maxim. Case Maxim. Je kunt wel knipperlicht zien, maar waar zie je eigenlijk waar die aan staat? Pff, ik weet het niet. Hij loopt een beetje apart, hoor je dat? Run, 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 run. En als laatste hebben we de Klaas Arion 610. En de binnenkant. Nice, 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 nice. Nou, en ik was natuurlijk bij de andere, was het vergeten, de binnenkant. Nou, nee, de Electric. Hij is natuurlijk hartstikke stil, dit ding hoor je bijna niet. Ja, maar ik wil eens even kijken of dat zometeen bij die Massey Ferguson is. De Landini van de binnenkant. Lekker een pruttotrekkertje. Nou, de methaanpouwen. Dan hebben we de Zitter Major. Je ziet ook het sleuteltje omdraaien, zie je dat? Nice. Dan komen we bij de Massey Ferguson MF3707. Sleutel draait om. Zit hier geen knipperlicht op, joh? Oh, jawel. Er zit op Proxima. Oh, mijn knoppen zijn in één keer weer veranderd. Wat is dat nou weer? Nou ja. De binnenkant. Nou, hebben we eigenlijk al gezien. Nou, de Vent 200 Vario is zelfs ook de One, jongens. Hé. Hey. Dit is zelfs de Vent One. Hoe vind je die? Dan komen we bij de Massey Ferguson MF3708. Oh. Nou, deze is inderdaad, hebben we al gezien. Maar, wat ik eigenlijk even wil kijken. Ik hoop dat dat, heeft dat deze ook? Oh, nee, deze heeft dat niet. Denk ik. Nee, deze heeft dat niet. Maar dat maakt niet uit. Maar dit zijn dus eigenlijk de kleinere trekkers, jongens. Een behoorlijk aantal wat je eigenlijk hebt. Dus dat is wel heel erg vet. Wat je allemaal hebt. Super tof. Alle kleine trekkertjes. En we hebben natuurlijk ook nog de medium trekkers. En de grote trekkers. Maar daar ga ik een andere video over maken. Dus ik zou zeggen, wat is jouw favoriete trekker wat je hier ziet? Laat het even in de reacties weten. En welke trekker vind jij het mooiste geluid hebben van deze allemaal? Vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Met een gloednieuwe video. Kalm!